Goedemiddag, 5 VWO Wiskunde B. Welkom bij Wiskunde met meneer Snel. Nou, zoals je hoort staat mijn microfoon nu wel aan. Dus ik wil nog een keer proberen om de arc sinus en de arc cosinus met jullie te behandelen. De arc sinus is niets anders dan de inverse sinus. En we gaan nog even kijken hoe dat ding er ook weer uitziet. Dus hier hebben we een asastelsel, een x-as en een y-as. En we bekijken eventjes de sinusfunctie en die noem ik even f. Dus fx is de sinus van x. Oké, nou die doet dit. Die is 0 bij 0, 0 bij pi, 0 bij 2 pi en 0 bij 3 pi en bij min pi. En wat doet dat ding? Nou, gewoon dit, maar zo'n golfje. En dat golfje dat speelt zich af tussen 0 en 1. Op de y-as. En het doet steeds hetzelfde. Die periode, dat was 2 pi. En de sinusfunctie die kennen we heel goed. Dus tussen min 1 en 1. De inverse van de sinusfunctie, dat was eigenlijk een functie waar je de uitkomst van dit ding induwt. En dat dan het getal uit die functie komt wat je er hierin moet doen. Dus even bijvoorbeeld, stel je voor dat we wilde weten wanneer er een half uit de sinus komt. Dat is hier. Nou, dat is hier. 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 Dus er zijn eigenlijk meerdere antwoorden mogelijk bij die inverse functie. En dat willen we voorkomen. Want als je meerdere antwoorden hebt bij een functie, ja, dat kan niet. Elke functie kan bij een bepaalde input maar één waarde hebben als output. En dat lossen we op door die sinus af te knippen bij min een half pi. En bij een half pi. En we gaan alleen maar kijken naar de inverse functie van dit ding. En als je goed kijkt, dan zie je dat elke uitkomst tussen min 1 en 1 inclusief, heeft maar één waarde van x die het doet. Dus die inverse functie die speelt zich af op dit gebied. Nou, de inverse functie die kon je vinden door de functie te spiegelen in de lijn x is y. Dus inverse functie. Dan moest je spiegelen in de lijn x is y. En als we dat doen, dan krijgen we een grafiek van de inverse functie en die ziet er zo uit. Dus eventjes het asstelseltje tekenen. Kijk, de uitkomsten die liggen hier op de x-as, die komen hier op de y-as. Dus die inverse functie dat speelt zich af tussen een half pi en min een half pi. Dat zijn de uitkomsten. Dat zijn hoeken. Hè? De shift sinus heeft als uitkomst hoeken. Hoeken moest je berekenen met de shift sinus op je rekenmachine vroeger in de derde klas. En de getallen die je erin mag vullen, dat zijn de getallen van min 1 tot en met 1. En wat doet dat ding dan? Nou, als er min 1 uitkomt, dan had ik de hoek ingevuld van min een halve pi. Dus dan zit ik hier. En als er 1 uitkomt, dan is de hoek 90 graden ofwel een halve pi. Dus die grafiek van die inverse functie, die doet dit. Dit is een sinus op zijn kant. Ja? En niet een hele sinus op zijn kant, want die loopt hier door. Maar dan zou je dus hier twee uitkomsten hebben bij die functie. Dat kan niet. Dus het is een stukje van de sinus op zijn kant. Dit ding, dat is f invers. Ofwel de arc sinus. De shift sinus wordt in de wiskunde arc sinus genoemd. Arc staat voor boog, maar waarom het dan echt zo heet, waar die boog dan zit en waarom de gewone sinus dan geen arc sinus is, want dat is ook met een boog, dat weet ik niet. Oké, dus hier is dat ding. En we hadden al een keer gezien dat eigenlijk ook als je niks weet van zo'n functie, dat je hem toch kan differentiëren. En dat gaan we nu nog een keertje ontdekken. En voordat we dat doen, hebben we even wat informatie nodig. Weten jullie nog wat voorkennis? Weten jullie nog hoe je de sinus moest differentiëren? De sinus van x heeft als afgeleide de cosinus van x, dat weten jullie. En zo ook de sinus van iets. En iets, dat geef ik altijd aan met blokje. Iets is een of andere formule met x'en. Hè. Dat is de cosinus van diezelfde iets. Vermenigvuldigd met de afgeleide van iets. En dit is het toepassen van de kettingregel op de sinus van iets. Ja. Oké, nou ja, we hebben nog een ander stukje nodig, een stukje kennis van hoofdstuk 7 en dat is dit.
Als je de sinus kwadraat van x en de cosinus kwadraat van x optelt, dan is het 1. En dat betekent dat de cosinus kwadraat van x gelijk is aan 1 min de sinus kwadraat van x. Ik heb gewoon de sinus kwadraat van x aan de andere kant gebracht. Nu kan ik ook de wortel trekken en dan krijg ik een formule voor de cosinus in termen van de sinus. Dus dat is best wel grappig. 1 min sinus kwadraat x. En als we nog even wat verder nadenken, die x hier, die moet zitten tussen min een half pi en een half pi. En als x zit tussen min een half pi en een half pi, dan is de cosinus niet negatief. Dus even hier los opmerken. Als min een half pi is kleiner dan of gelijk aan x is kleiner dan of gelijk aan half pi, dan is de cosinus van x groter dan of gelijk aan 0. En dat was de x-coördinaat van het punt op de eenheidscirkel. Zo kan je het ook zien. En dat betekent dat in deze situatie dat je dat minteken niet hebt en dat die cosinus gewoon alleen maar gelijk is aan die wortel van 1 min sinus kwadraat x. Oké, nou dit is onze voorkennis. Dit gaan we gebruiken. Dan gaan we nu kijken naar een aardige uitdrukking, namelijk de sinus van de arcsinus van x. En dat is x. Want arcsinus was de inverse functie van de sinus. En als je de inverse functie invult in de functie, dan krijg je het oorspronkelijke ding weer terug. Dat is leuk. Laten we dat eventjes controleren. Dus we gaan eventjes doen de arcsinus van 0,5. Ja. Dat komt uit 0,52. Als ik daar de sinus van bereken, heb ik weer een half. Dus inderdaad, voor een half werkt het. En omdat die arcsinus gedefinieerd is als de inverse functie, werkt het niet alleen voor een half. Het werkt voor alle getallen. Deze twee functies zijn gelijk. En als twee functies gelijk zijn, dan zijn de afgeleiders ook gelijk. Dus als ik hier de afgeleide neem en hier ook, dan is het nog steeds gelijk. Nou, de afgeleide van x is natuurlijk 1. En de afgeleide van de sinus van de arcsinus van x, dat is hetzelfde als de afgeleide van de sinus van iets. Dus dan krijg je de cosinus van de arcsinus van x keer de afgeleide van de arcsinus van x. Maar die wisten we juist niet. Dus hebben we hier wel wat aan? Ja, we hebben hier wat aan. Dit is leuk. Hoe moet je hier dan mee omgaan? Nou, we hebben net gezien, de cosinus van x is de wortel van 1 min sinus kwadraat van x. Dus dat eerste stuk kan ik vervangen door de wortel van 1 min de sinus van de arcsinus van x in het kwadraat. Keer de afgeleide van de arcsinus van x is 1. Maar mensen, de sinus van de arcsinus van x, daar zijn we net mee begonnen, hier, dat is x. Dus hier staat de wortel van 1 min x kwadraat keer de afgeleide van de arcsinus van x. En dan kan ik beide kanten delen door die gekke wortel en dan krijg ik als conclusie de afgeleide van de arcsinus van x is gelijk aan 1 gedeeld door de wortel van 1 min x kwadraat. Dat is mooi, want dat betekent dat als we nu de 1 gedeeld door de wortel van 1 min x kwadraat gaan primitiveren, dan krijgen we daar als antwoord uit de arcsinus van x. Dus we hebben nu een nieuwe afgeleide ontdekt. We wisten nog niet waar 1 gedeeld door de wortel van 1 min x kwadraat de afgeleide van was, maar nu weten we van, dat is gewoon de afgeleide van de arcsinus. Dus dat is mooi. Hoe zit het dan met de arccosinus? Nou, dat is bijna hetzelfde. Die ga ik doen, maar in een verhoogd tempo. Kijk, de cosinus die doet bijna hetzelfde als de sinus, maar die doet het die doet zo. Dus die begint hier bovenin, dan gaat hij zo naar beneden en dan gaat hij weer omhoog en dan weer naar beneden. En het deel van de cosinus dat we kiezen om de inverse functie van te maken, dat is dit deel. Dus van 0 tot pi. En als je dat spiegelt, dan krijg je dit.
Dit loopt tot pi. En die inverse functie loopt zo. Dus, en ja, deze functies hebben precies dezelfde vorm. Het is namelijk allebei een sinusoïde, alleen op zijn kant. En deze staat op zijn kop. Dus in plaats deze gaat, deze is stijgend, die is dalend. En dat blijkt nou dat als je deze hele berekening doet, dan wordt je conclusie dat als je de arc cosinus gaat differentiëren, dan is dat gewoon bijna hetzelfde. Dat is min 1 gedeeld door de wortel van 1 min x kwadraat. Nou ja, en je hebt de arccosinus niet echt nodig. Want als je dit wil primitiveren, dan staat er minteken voor. Dan zet je daar ook gewoon een minteken voor. Dus je kunt zeggen, de arccosinus is min de arccosinus plus een constante. Nou, dat is inderdaad waar. Nou, goed. Dus dat zijn de arccosinus en de arccosinus. En dan wil ik nog twee opmerkingen maken over de filmpjes van gisteren. Er is een onnauwkeurigheid ingeslopen. De eerste is hier. Bij het berekenen van de primitieve van de arc tangens, dan had ik hier een factor half, maar die was ik hier vergeten op te schrijven. Dus die had hier moeten staan, die had daar moeten staan. Dus niet vergeten, je moet factoren half netjes overschrijven, niet zomaar weggooien. En de andere is dat ik bij het berekenen hier van dit, hè, de tangens van de arc tangens van x, dat lijkt heel erg op wat we net deden. Dat is gewoon hetzelfde, alleen dit is met de tangens en dit deden we het met de sinus. Had ik gezegd, x moet liggen tussen min een half pi en een half pi. Maar dat is onzin, dat hoeft helemaal niet. Want deze x mag alles zijn. Dat komt omdat die arctangens, dat is een functie die oneindig ver doorloopt. Die heeft hier een asymptoot bij i is een half pi. En hier een asymptoot bij i is min een half pi. En wat ik ook invul voor x, er komt altijd een zinvolle waarde uit. Dus was niet nodig om deze eis te stellen. Goed, dan gaan we nog eventjes afsluiten met een voorbeeldje. En het voorbeeldje wat mij wel leuk lijkt, dat heb ik gevonden in het boek. En dat is functie som, 44a wilde ik even naar kijken. Bij 44a zeggen ze, ik wil het hebben over de integraal van 1 gedeeld door de wortel van 1 min 9x kwadraat. En zij vullen grenzen in, maar dat boeit me niet zo, dus ik vul de grenzen gewoon niet in. Ik wil hem alleen maar primitiveren. Wat je dan moet doen, is zorgen dat het gaat lijken op wat hier staat. En dat doet het nu bijna, behalve dat er iets voor dat kwadraat staat. Dus die 9, die kan ik hier ook ingooien. En dan krijg ik hier dus 1 gedeeld door de wortel van 1 min 3x... in het kwadraat dx. En nu heb ik het geval dat hier op de plek van de x een lineaire functie staat. En we gaan die regel nog even opschrijven hier. Dus als ik de integraal doe van 1 gedeeld door de wortel van 1 min het kwadraat. En dat kwadraat dan doe ik dan van een lineaire functie ax plus b. Dan krijg ik als primitieve 1 gedeeld door de a keer de arc sinus van ax plus b. Plus c. En de reden dat dit werkt is dat als je de arccosinus van ax plus b gaat differentiëren, dan spuugt hij een a uit vanwege de kettingregel. En dan wordt opgegeten door die 1 gedeeld door a en dan hou je dit inderdaad over. Dus die primitieve hier is gewoon 1 gedeeld door 3 keer de arccosinus van 3x plus c. En die 3 wordt uitgespuugd bij differentiëren, dus vandaar dat die wordt opgegeten. Zijn we hier wel blij mee? Want komt die 3 wel op de goede plek? Nou, laten we hem gewoon even differentiëren. Kijken of het goed gaat. Het gaat goed, maar even laten zien. Dus we weten hoe je de arccosinus van x moet differentiëren. Maar hoe moet je de arccosinus van iets differentiëren? De arccosinus van iets differentiëren doe je zoals altijd. Je doet alsof er iets een x is. En je doet gewoon de afgeleide van arccosinus met iets ingevuld. Dus je krijgt 1 gedeeld door de wortel van 1 min iets in het kwadraat. Maar je krijgt ook nog de afgeleide van iets. Dus als je dit gaat toepassen, dat is de kettingregel. Dus als je dit gaat toepassen op 1 derde keer de arccosinus van 3x... dan krijg je dus 1 gedeeld door de wortel van 1 min 3x tussen haakjes in het kwadraat. Dat is dus gewoon die 9x kwadraat die in de som staat. Keer de afgeleide van 3x. En daar stond ook nog een derde voor. En die 3 en 1 derde vallen tegen elkaar weg. En dan heb je inderdaad de juiste functie gevonden als afgeleide.
Goed. Nou, er zijn nog andere leuke dingen. Ik stel voor dat ik vrijdag in de les met de andere klas nog even wat spannendere sommen bespreek. En volgende week dan gaan we ons bezighouden met de beesten om de laatste dingetjes te kunnen primitiveren die we interessant vinden. Dus ik zwaai jullie nog even uit. Dank jullie wel voor de aandacht. Tot de volgende keer. Dag.